Nou ja, ik heb dat toen aangegeven. Kijk, het tekengeld wat de jongens gehad hebben. We hebben natuurlijk allerlei nieuwe jongens gecontracteerd met Glory. De meeste jongens hadden een slechte ervaring met de K1. Die waren niet betaald, er stonden nog bepaalde gelden open. En om hun toch te overtuigen en hun tegemoet te komen, hebben wij besloten met Glory om hun een tekenbonus te geven voordat ze een contract gingen tekenen. Dit heeft echter niets te maken met de openstaande schulden die ze bij K1 hebben, want die staan natuurlijk apart en daar lopen zaken over. Dus ik hoop nog voor de jongens dat ook die zaken binnengetrokken kunnen worden. Maar wij hebben in ieder geval kunnen laten zien om het wantrouwen weg te nemen dat wij onmiddellijk kunnen betalen. En dat we in ieder geval uit de eerste zorgen zijn en weer vertrouwen kunnen hebben om weer volop te gaan sporten en te gaan deelnemen aan de wedstrijden.